hypothese over. Oh, hey. In case you didn't know, you are now watching an episode of Lots Lives. Ish is going to be picking up where he left off in his journey in Los Angeles. Let's see what he does. Even wachten op die vrouw met die hond. En actie. Ik voel me beroerd. Ik ben heel laag in de energie. En ik heb verkoudheid, dus snotterig. En ben al bijna 35 uur niet uit het huis geweest bij Frederick, vriend van me, hier in Los Angeles. En ik loop al dagen met het idee om dit even met jullie te doen, om even tegen jullie aan te praten. Want er is nogal wat ik kwijt moet. Ik moet het een en ander kwijt aan jullie. Een van de dingen is bijvoorbeeld hoe nu verder met werk. Het is echt heel duidelijk een leven voor de diagnose en een leven na de diagnose. Ik bedoel dat ik hier nu in Los Angeles ben om mijn ding te doen die ik normaal ook in Nederland doe, maar dan in Los Angeles. Met dit lekkere zonnetje. Ik zou het heel erg balen vinden als ik dit niet meer kan doen wat ik altijd mijn hele leven heb gedaan. En dat is film maken. En zo. Hey Fred! Ah, gelukkig. Dat is Fred. What's up with you, man? Met hem heb ik al heel wat leuke dingen gemaakt. En hopelijk in de toekomst nog veel meer. Ik vind het zo mooi dat ik ga nu met de camera gewoon buiten het huis van mijn kameraad Frederick. En ik mik hem gewoon, ik richt hem gewoon willekeurig Bellevue in. De straat heet hier Bellevue. En dit is toch al te gek. Tenminste, hier word ik heel enthousiast van. Dan begint hier een hond te blaffen. Ik denk niet dat deze locatie nog werkt, mensen. Het geluid is onbruikbaar als ik hier verder blijf praten. Anyway, de volgende dag begint de overweging. Hoe ga ik deze aflevering invullen? Terwijl ik naar de skyline van Los Angeles kijk vanuit de keuken van Fred. Ik voel me nu grieperig. En het vliegt me aan, merk ik. Het vliegt me aan, het woord ziek, dat het een ander begrip heeft gekregen. Ik bedoel, wat is nou een verkoudheidje? Maar bovenop dit hele spul. En ik bedoel dan de longkanker. Is het, tot nu toe ga ik de hele tijd als een dolle. Niet dat ik me dat echt per se letterlijk zo voorneem, maar het is, ik ga voor leven, weet je wel. Ik ga voor beter worden, ik ga voor in het nu zijn. Ik wil nu genieten, ik wil nu in LA zijn. Tegelijkertijd wil ik nu ook bij mijn lief zijn thuis. Dus dat is weer een heel ander verhaal. Maar wat vliegt me aan, tijdens het afwassen had ik echt even een huilbui. Omdat ik ineens van die spookgedachten kreeg van over doodgaan. En dat heb ik niet zo vaak. Gelukkig niet. Dus dat. Spookgedachte is eigenlijk de gedachte van deze aflevering. Er gaat zoveel door je heen. Mijn nieuwe stress op het moment is dat ik even niet weet hoe ik nu verder moet. Ik begon deze aflevering te maken, te filmen en te monteren 2 weken geleden. Maar ligt dus al 2 weken ligt hij al stil. Doe ik het niet mee, omdat ik denk van ja, wat zeg ik? Wat wil ik hier nu eigenlijk mee zeggen? Ik begin de aflevering met ik heb heel veel te zeggen. Maar is het eigenlijk wel zo? En nu lig ik dus op bed te denken aan deze aflevering. Dat ik dus al 2 weken ermee wacht. Omdat ik niet zo goed weet hoe ik nu verder moet. Terwijl ik begon met ik heb jullie heel veel te vertellen. En dus kun je eigenlijk zeggen dat ik nu in een soort van loop zit van hoe nu verder. En hoe doorbreek je dat? Misschien was dit gewoon nog die ene scène die ontbrak. Dan kan ik deze aflevering nu afmonteren. En naar TV Noord sturen. En ze gaan zitten op een strand. Laat ik dat eens doen. Zitten op een strand. Want de aankomende week wordt het weer mooi weer.
voor de tweede aflevering van dit nieuwe seizoen van Lots Leeft. Want ik zie dit als het tweede seizoen. Het is ruim, zoals deze aflevering begon, ruim een jaar geleden. 1 februari vorig jaar. Dus ik ben nu 42 plus 1 jaar inmiddels. Het is een nieuwe telling. En nu knip ik even weer terug naar dat moment in het park zoals ik de aflevering eigenlijk wilde eindigen. Doei! Heel vaak is het ook zo dat niks zeggen misschien zelfs wel beter is. Ja, hopelijk is de volgende aflevering wat duidelijker voor mezelf. En dus ook voor jullie. De stilte zijn eigenlijk wel fijn. Ik ben hier nog wel even in Los Angeles. Dus wat vervolgd. Nou, dat hopen we dan maar. Hè? Ik spook gedachten. Wat heb je eraan?